Gisteren zou de training beginnen. Een van de bestuursleden kwam hier en trof hier deze waanzinnige ravage aan. Eigenlijk een half gesloopt of bijna geheel gesloopt clubgebouw. Ja, het is inderdaad de zoveelste keer dat hier is ingebroken. We hebben al vaker ons druk gemaakt in de raad hierover. Samen met Zo Zoetermeer en Leijs Tilbrand Nawijn hebben we afgesproken dat hier echt iets moest gaan gebeuren. Dat is niet genoeg gebleken, dus nu vind ik dat er echt camera's geplaatst moeten worden. Sorry, wij moeten ook geld verdienen. Staat op het briefje, maar wij worden nu geraakt door jullie acties. Ik voel een beetje in de vereniging dat mensen gewoon geschokt zijn, emotioneel zijn. Kinderen die huilen, omdat ze hier dit soort dingen zien. En eigenlijk dat ze bang zijn dat de vereniging ophoudt te bestaan. Dit soort spelletjes kan echt niet. Absoluut niet.